Hier zien we een van de beroemdste meisjes uit de hele geschiedenis, Anne Frank. Door haar dagboek geeft zij niet alleen een unieke kijk op het leven van een ondergedoken Joodse gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook een heel andere kijk op de gebeurtenissen die er tijdens die oorlog plaatsvinden. Zo schrijft zij in oktober 1942 over de verhalen die ze gehoord heeft over het doorvoerkamp Westerbork. Nou, zoals altijd begint zij haar verhaal met Lieve Kitty, zo noemde zij haar dagboek. Zij schreef haar dagboek ook in haar dagboek alsof die Kitty een vriendin van haar was. En als dadelijk de hele tekst verschenen is, dan moet je maar even het filmpje op pauze zetten om het even rustig door te lezen. En daarna zullen we verder gaan. Oké. Anne Frank geeft dus haar kijk op dat doorvoerkamp Westerbork. Zij vindt het verschrikkelijk. Het is een van haar grootste angsten dat ze daar naartoe zal moeten en helaas, uiteindelijk zal ze er ook naartoe moeten. Dat is niet heel gek dat zij er bang voor is en dat ze dat kamp Westerbork verschrikkelijk vindt. Want zij is Joods, dat kamp is voor haar bedoeld en zij weet dat het helemaal verkeerd met haar af kan lopen. Vanuit haar achtergrond kijkt ze heel negatief tegen dat kamp Westerbork aan. Nu pakken we even iemand anders erbij. Deze man is Heinrich Himmler, een van de hoogste nazi's en een van de belangrijkste assistenten van Adolf Hitler. Hij is ook een van de verantwoordelijken voor de hele opzet van de concentratiekampen. Dat heeft hij eigenlijk mee bedacht. Als je hem zou vragen naar kamp Westerbork, dan zou hij heel anders tegen dat kamp aankijken. Hij zou er ook heel anders over geschreven hebben. Iedereen kijkt dus met een andere bril naar gebeurtenissen. En dat is wat we bij de geschiedenis noemen tijd- en plaatsgebondenheid. Jouw achtergrond en de tijd waarin, jou leeft, waarin je leeft bepaalt hoe je tegen een bepaalde gebeurtenis aankijkt. Ga maar na. Als jij een wedstrijdverslag leest van de wedstrijd Ajax-Feyenoord, dan maakt het nogal uit of dat wedstrijdverslag geschreven is door een Ajax-supporter of door een Feyenoord-supporter. Allebei zullen ze anders tegen precies dezelfde wedstrijd aankijken. Nou, hetzelfde geldt dus voor dat kamp Westerbork waar we het net over gehad hebben. Tijd- en plaatsgebondenheid dus. Wat is dat? Nou ja, wat ik net al zei, ieders denken en handelen wordt bepaald door twee dingen. De positie die hij of zij inneemt ten opzichte van anderen en door zijn of haar persoonlijke ervaringen. Heel simpel gezegd, iedereen kijkt dus anders naar een bepaalde gebeurtenis. Bij het bestuderen van de geschiedenis en dan met name bij het bestuderen van bronnen moet je altijd rekening houden met die tijd- en plaatsgebondenheid. En daarbij zijn er drie dingen eigenlijk die je in de gaten moet houden. Tijd- en plaatsgebondenheid wordt beïnvloed door de persoonlijke omstandigheden van degene die de bron heeft gemaakt of die in de bron spreekt. En daarmee moet je dus denken aan de leeftijd, het geslacht, de opvoeding, de opleiding, de godsdienst, persoonlijke ervaringen, noem het allemaal maar op. In het geval van Anne Frank is dus heel duidelijk een jong Joods meisje dat ondergedoken zit. Dat zijn haar persoonlijke omstandigheden die een rol spelen bij haar beschrijving van het kamp Westerbork. Het tweede waar je altijd rekening mee moet houden is de sociale positie van iemand. Oftewel, heeft de persoon in de bron heeft die veel of juist weinig te zeggen in de maatschappij waarin hij of zij leeft? Heeft hij veel of weinig invloed op de gebeurtenis die er in de bron beschreven wordt? Is het een heerser of een geregeerde? Is de rijk of een arm persoon, autochtoon, allochtoon, noem maar op. Dat soort zaken, daar moet je altijd even naar kijken. Wie spreekt er dus in de bron? Wat is zijn of haar sociale positie? En als laatste, in welke tijd leeft die persoon? De Tweede Wereldoorlog lijkt me een heel duidelijke omstandigheid die meespeelt in de manier waarop mensen naar een bepaalde gebeurtenis kijken. En dat zijn dus drie dingen die je altijd in de gaten moet houden. Dat is tijd- en plaatsgebondenheid. En als laatste wil ik daar nog even toevoegen dat wij zelf natuurlijk ook tijd- en plaatsgebonden zijn. Wij kijken ook vanuit onze eigen achtergrond, vanuit onze eigen tijd, naar de gebeurtenissen die op dit moment plaatsvinden, maar ook naar de gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden.